Mijn naam is Luc, ik ben buurt- en burenbemiddelaar en ik werk een goede 4 jaar nu samen met onze dienst. Je hebt enerzijds burenbemiddeling, dat zijn geschillen tussen gewoon 2 buren. En aan de andere kant heb je buurtbemiddeling, daar gaat het over meerdere bewoners die een oneenigheid hebben met een jeugdhuis, een gebedshuis, een horecazaak. En een van de dingen die moeilijk zijn, is dat je van de inhoud van zo'n bemiddelingsgesprek moet afblijven. Iedereen heeft wel een mening, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de 2 buren u vertrouwen als neutrale persoon. Een tweede moeilijkheid is dat je geen oplossingen mocht aanbieden, want dat blijkt niet te werken. We gaan die mensen wel helpen om zelf hun eigen oplossingen te vinden, maar een oplossing die van jou komt, die is niet duurzaam. Goedendag, ik ben Luc. We werken trouwens met een 20-tal vrijwillige burenbemiddelaars. En die vrijwilligers zijn een heel belangrijk onderdeel. Die zijn speciaal opgeleid, maar het zijn mensen, zoals u en ik, die eerste gesprekken voeren. En dat maakt dat, als hij aanbelt, dat het een heel stuk vertrouwelijker en laagdrempeliger is dan een ambtenaar of een politieman in uniform zou komen aanbellen. Ik begrijp ook natuurlijk op het moment dat ze... 1/3 van de mensen die wij bij een aanmelding krijgen, zet de stap naar een gesprek met elkaar. Maar eens als ze gesprek hebben met elkaar, hebben wij 90% succes en komen er afspraken. Een burenbemiddelaar treedt op als u een geschil heeft met uw buren. Meer info over deze gratis dienstverlening vindt u op antwerpen.be.